dit is echt, dit heb ik nooit gehad. Nee, ik vind dit ook wel heel heftig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Giergast, ik ben Martijn. En ik ben Niels en vandaag ga ik testen wat er gebeurt als je helemaal verbrand uit de zonnebank komt. Ja, ik ben heel benieuwd. Misschien krijg je wel een tegoedpakket of allemaal gratis producten. In ieder geval, ze moeten natuurlijk iets goed maken. Ja, maar ik ga natuurlijk niet echt verbranden. De dames van Backstage gaan me helpen om helemaal rood te make-uppen. Spannend. Klaar van de Nijlens? Ja. Hey, Sharon. Dus jij gaat Niels eventjes in de poeder gooien? Iets meer de poeder. Heb ik echt vuurrook? Nee. Dat wordt het wel heel net. Ja, het moet echt lijken. Nou, ik zou zeggen, haal ik zitten, schat. Een beetje scheren. Dat is wel een probleem. Hartstikke. Het ziet er pijnlijk uit dat die huid gewoon echt kapot is. Daar gaan we dan, Niels. Daar gaan we dan. Ik ben helemaal rood, behalve mijn hoofd. Ja. Dat moet ik binnen nog even doen. Klopt. Ik kom daar naartoe, ik vraag naar de allerlichtste vorm van de zonnebank. Ik heb morgen een fotoshoot, dus ik moet maar een klein beetje bijtennen. En ik verbrand heel snel. En dan komt hij er vuurrood uit met brandwonden. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze daarop gaan reageren en wat wij hieruit gaan halen. Yes. Ik ga wel eerst even naar binnen om de camera's vast eventjes installeren met Joost. Ja. En dan kom jij later. Oké, helemaal goed. Ja? Ja, go. Oh. Wat gaan we gratis krijgen? That's the question. Moet ze wel niet denken dat er iemand vuurrood uit zo'n kamertje komt. Hi. Zo binnen. Dus, hey, welke bank heb je normaal gesproken? Nou, het ding is, ik verbrand heel snel. Mm-hmm. Dus ik zat te denken, ja, ik heb morgen een fotoshoot. Yeah. Dus ik zat te denken, ik wil een klein beetje tanning, maar ik wil dus niet verbranden. Zou ik voor de pro gaan en dan lekker een kwartiertje? Ja. Verbrand je lichaam snel? Of je gezicht sneller? Ja, maar ja, lichaam ook wel. Okay. Je moet gewoon een beetje oppassen. Ja, en dan zou ik een lekker crème met een lichte bronzer erbij nemen. Dat is toch een beetje dat extra. Ja. Ondanks dat je onder een lichte bank gaat. Ja, doen we dat. Doei. Oké. Dan wordt die 13,50. Ja. Dus weet je hoe die werkt? Op start drukken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, een trappetje op en dan naar rechts. Nummer 3. Helemaal goed, hartstikke bedankt. Oh, sorry. Yes. Blaren gekregen. Oh. Heel raar. Oh. Mijn rug. Ja. Gaat er ook mee, hoor? Ja, heel graag. Oh. Maar dit is echt, dit heb ik nooit gehad. Nee, ik vind dit ook wel heel heftig, hoor. Ik geef je even 2 cupjes after sun mee. Ja. Kijk het morgen even aan. Ga anders langs de huisarts. Ik pak altijd een zonnebankje van tevoren voor een shoot. Ik heb morgen een fotoshoot. Oh man. Ga je in ieder geval jezelf terugrekenen? Ja, natuurlijk dan. Dus ik moet koelen en een goede verkoelende aftersun erop moet smeren. Daarom ga ik je die zo ook meegeven. Maar wel even je huisarts, want het is niet gezond dat je meteen blaren krijgt. Oké, ik ga even proberen een shirt aan te doen. Ja, hou hem er even op, anders ga even zitten en dan... Nijlens? Jootje? Jij oude baas, wat heb je het weer goed gedaan? Nou, ik schat wel echt een paar keer goed in de lach.
dacht ik. Dat is fucking grappig. Maar wat hebben we nou allemaal gratis gekregen? Ja, het is... Het zit zeg maar zo. Ik heb de zonnebank gratis gekregen. Die heb ik teruggekregen. Je hebt wel even gezond. Ik heb even 6 minuutjes eronder gelegen, okay. Ja, om de tijd te doden. En ik heb deze, ja? Heb ik niet gebruikt. Dit is de bronzer? Ja. Okay, een bronzer. Dus die heb ik gewoon gratis gekregen. En ik kreeg nog een crème, een aftercrème. En dit is ook zo'n 53. Van... Dit samen is 7 euro, dus ik heb 17 euro gratis gekregen. Dus je kreeg nog 10 euro terug van de kost van je ding. Juist. Nou ja, het is heel veel moeite. Is het waard? Het is niet echt de meest makkelijke lifehack, nee. Maar zo kan je dus wel gratis van een bankje pakken. Ja, ik raad het alleen niemand aan. Vond je dit nou een leuke video? Like even deze video en kijk ook even onze andere video's. Ja, en je kan ook altijd nog even abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want we hebben die abonnees nodig, hè? Ja, moet je echt even doen. Er staat nog heel veel leuks op en er komt nog heel veel leuks aan. En zie je volgende week gewoon weer, toch? Ja, ik ga die meid even inlichten dat het een grap was, anders vind ik het een beetje zielig. Netjes. Yes. Tot volgende week. Yo! Later!